Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie er zijn. Jongens, we zijn er weer. We zijn wedergekeerd in de grote contentveen. In de grote contentveen. De beacon is weer terug. Heb je het nou gemist? Kijk nou even in mijn livestream. Doe nou even niet zo stom. Ik heb daarin de beacon teruggeleend van opa Toos en opa Gerard. Ik moet eigenlijk gewoon Justin en Robin zeggen. Maar daarbij heb ik wel heel veel van René haar ijzer geleend. Ik heb wat goud geleend van de opa's. En voor de rest heb ik zelf ook heel veel ijzer ingebracht aan deze build. En 2 emeralds ook van mij. Dat betekent dat we dus verder kunnen minen. Dat we dus heel snel door kunnen minen in ons grote gat. Het grote gat. We zitten volgens mij op hoogte 42 zit ik volgens mij inmiddels daar. En kijk, en waar ik nu zit is 80. En ik wil helemaal naar 11 toe. Hij wordt basically nog 30 blokken dieper dan dat hij nu is. Dat is echt insane. Maar dat gaan we niet nu doen. Dat is een projectje waar ik gewoon langzaam met de tijd mee bezig ben. Vandaag, mijn jonge knapen en knapinnen, is het tijd om voor jullie te abonneren. Weet je wat we doen? Als je reageert dat je bent geabonneerd en je bent net nieuw, dan zeg je Nymphomachus, ik ben nieuw en geabonneerd. Ik zal je reactie een hartje geven. Nee, maar oprecht, het is vandaag tijd om hier wat te gaan bouwen, jongens. Het is hier namelijk akelig kaal, zelfs aan de andere kant. Maar ik vond het tijd om aan deze kant wat te maken, want... hè, waarom ook niet? Of ik maak toch wat aan deze kant. Nee, hier heb je de portal al, hier heb je die toren al en zo. En die waterval daar. En hier heb je alleen enkel de muur en daarboven wat. Althans, daarboven is nog niks, die muur daar. Dus hier gaan we wat bouwen. Ik twijfel om hier misschien gewoon oprecht een leuk tuintje te doen. Want ja, wat moet ik hier anders? Moet ik hier iets nuttigs gaan bouwen? Ik dacht, misschien kan ik hier gewoon een tuintje bouwen. Hier wil ik misschien een groot huis bouwen. Een soort hotel idee. Want jongens, binnenkort komen er nieuwe mensen op Content Veen. Althans, dat is mijn planning. Die hebben allemaal wel in principe een onderdakje nodig tot de tijd dat ze een eigen base hebben, weet je? Dus wat nou als ik hier een soort hotel maak waar mensen kunnen overnachten, kunnen blijven... ja, weet je, dat gaan we doen. Het gaat niet over nuttige dingen alleen maar, jongens. We zijn nog full diamond en zo. Het is niet alsof we de rijkste netherite guys zijn. Moet eigenlijk wel gebeuren. Ja, ik heb liever dan dat ik gewoon wat leuks weer bouw. Bij deze gaan wij een prachtig mooi dingetje bouwen. Dingetje, ja, dat is een goeie. Kijk, weet je wat? We kunnen ook van al die poeplelijke diorite die we hebben, pakken we nog wat kobelsteen erbij. Zo, hatseflats, dikke flatseflats. Kunnen we daarvan een hele moeilijke crafting recipe... maken we even wat endersite. En dan gaan we nu een hotel bouwen. Moet wel een beetje zo lopen. Oké, jongens, we hebben het pad er naartoe gemaakt. Want ik wilde het wel in een pad doen, dat het niet zeg maar aan dit pad vast lag. Dat je een soort kruising hier hebt. En dan hier een leuk hotel. Ik moet oppassen dat ik niet te veel in René haar dingen clash. Dat zou een beetje stom zijn. Ik ben heel benieuwd hoe het eindigt. Oh, dit kan. Kijk, ik heb een breed iets gemaakt. Het gaat even om de breedte bij dit hotel. Want ik kan, ja, ik heb niet echt de ruimte om iets vet groots te bouwen. Maar het moet wel een beetje leuk zijn, weet je. Dus, wat nou, we het zo doen. En dan hier heb je een soort hoektorentje, weet je. Niet dat het een toren wordt, maar hè. Oh, dan kom ik nu al in de knoei met René haar, de berg daar gewoon. Ik kan het zo doen. Ik bedoel, dan heb ik gewoon de vorm goed correct. Oké, we hebben een vorm, jongens. Helemaal prima. Het is een beetje een gekke vorm, maar gekke vormen maken goede toeën. Is er niet een soort houtcarve-apparaat? Iets waarmee je hout kan carven gewoon. Legit, want anders moet ik denk dat zo doen en dan hakken. Maar bestaat dat niet? Geen idee, laat maar weten in de comments. Misschien zeg ik al wat heel doms. Wat ik dan leuk van plan ben, is om het op een soort drempeltje te bouwen. Het hele hotelgedoe. Dus dat zou betekenen dat de eerste laag komt zoals dit erin. Dus ja, jullie zien het wel. Kijk, en dan krijg je hier aan de binnenkant een soort laagje zoals dit. Dan wordt het wel wat krapper, maar hè? Dat maakt niet uit, jongens. Dat maakt allemaal niet uit. Kijk, het wordt zelfs nu een beetje vierkant van binnen in plaats van een rare vorm. Dus het komt goed. Hier, het enige wat we hoeven te doen is even dit allemaal leuk op te vullen. Creëren we een soort eigen binnenlaag. Waardoor je ook lekker... dan is het een beetje stenig van buiten en lekker warm houten van binnen. Maar omdat het dan zo krap is, laten we het dan wel wat hoger maken. Dat je wel een beetje de ruimte voor je gevoel krijgt, weet je. Dat je het niet echt te benauwd krap krijgt. Kijk, je hebt zo'n stonecutter trouwens. En daar kan je gewoon al dat leuke dingen zoals dit in maken, weet je. Maar waar is dat van hout? Waar je dat gewoon zo snel in kan doen. Dat mis ik. Nou, dan vullen we deze laagjes hierop met deze. Dan kunnen we er nog stairs en walls naast doen. Behalve dan bij deze. Ja, dit gaat wel een leuk hotelletje worden, jongens. Niet dat mensen er willen gaan slapen, maar het gaat om het idee, hè? Goede content. Oké, dan hebben we er ook walls met stairs opgeplaatst. Of stairs, wat zeg ik, fences. Ja, het begint wel leuk te worden, jongens. Het begint wel ergens op te lijken. Kunnen we er een leuk dakje zoals dit opbouwen.
met walls zoals dit erbij. Kijk, daar voel... ja, dat wordt leuk. Oeh, dat wordt leuk. Ik twijfel of ik er een tweede verdieping op doe. Je zou zeggen van wel, maar dan ga je de hele muur en zo hier ineens niet meer zien, weet je. En volgens mij kom ik dan zelfs in de knoei met mijn muur. Oeps. Nou, ik heb wel een idee. Ik doe alleen in het midden maak ik hem een beetje hoger. Het begint al ergens op te lijken. Ik bedoel, die moet je niet op letten natuurlijk. En daar aan de zijkant ook niet. Dat zodat ik er makkelijk op kan aan alle kanten. Maar het wordt al iets, jongens. Het wordt gewoon al langzamerhand iets. Laat trouwens even, vind ik wel leuk om te zien, in de reacties weten wie jij graag in Content Veen wil zien. Ik bedoel, wij beslissen het wel natuurlijk uiteindelijk. Maar ik ben wel benieuwd wat jullie vinden, wat jullie willen. Kijk, je ziet het maar. Ik ben nu hier ook weer aan het bouwen. En het komt legit gewoon in de knoei met de muur. Maar het is wel lijp dat het er precies tegenaan past. Dus ik kan niet in deze kant hoger gaan. Maar ik kan wel afbouwen waar ik mee ik begonnen ben. Soms ben je aan het bouwen en denk je echt, wat heb ik eigenlijk gedaan? Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Zoals hier heb ik ook al het hoekje helemaal afgemaakt. Maar wat heb ik daar geplaatst? Oh, gewoon een blokkie. Kijk, een blonkie. Een wereldgroots blonkie. Heb ik zo gedaan om daar volgens een dinges op te plaatsen. En daar volgens dit op te doen. Kijk, ik weet het wel. Ik weet al wat ik doe. Oké, het eerste gedeelte van het huis is nu toch wel echt af. Dat zijn die soort torentjes wat ik zei. Of de hoekjes heb ik ervan gemaakt. Ze zijn precies symmetrisch aan beide kanten. Dus dan heb je een leuk hoekje hier zo. En dan heb je een huisje in het midden eigenlijk. Wat ik dan van plan ben is om in het midden om hem daar wel wat hoger te maken. En aan de zijkant een soort schuin dak ernaartoe. Ik heb geen idee of het leuk gaat worden. Echt niet. Maar hè, het idee is er. Ik heb besloten om hier toch hetzelfde te doen aan de achterkant. Zoals je het maar dan één laagje verder naar achter, weet je. Waardoor je dat diepte krijgt. Maar het kan perfect door de vorm die ik heb gemaakt, weet je. Heb je precies in het midden nog extra ruimte over om daar wel een tweede verdieping in te maken. Meneer de Creeper, zou jij mijn eerste gast zijn? Nee. Dat was echt mijn schuld. Dat was echt absoluut mijn schuld. Ik had nooit in moeten zoomen en dan moeten blijven staan. Waar sloeg ik ook überhaupt mee? Volgens mij sloeg ik met mijn ex. Dat ik mijn zwaard even weg heb gedaan voor tijdens het bouwen. En nou het is. Goed zo, Max. Laten we gelijk maar slapen. Dit dak is oprecht nog best ingewikkeld. Ik zit echt zo van... volgens mij moet hier dit en daar dat en... En dan ben ik de weg weer kwijt. Maar op zich denk ik dat ik hem nu weer heb, het hoekje. Ik denk dat hij nu hetzelfde als deze is. Maar dan net niet helemaal, omdat de vorm was net toch wat anders. Maar ik heb hem zoveel mogelijk geprobeerd in dezelfde stijl te bouwen. En hij komt op hetzelfde randje uit. En daar ben ik wel heel blij mee. Want dan kan ik ze namelijk toch zo naar elkaar toe bouwen, weet je? Hier, dan kan ik hem af... ja, kijk, dit is ook nog goed ook. Nou, dit is toch leuk? Hier, dit ziet er gewoon goed uit. Dan moet ik het nog aan de andere kant bouwen. Wat een hel. Misschien om het helemaal af te maken, toch aan deze kant. Oeh, ja. Jammer dat het hier niet kan. Dan gaat dit blokje hier voor some reason helemaal derpen. Kijk, je ziet van deze kant is het echt een zooi. En dat moet dan nu hier, wat ik net al zei. En dan zit je echt van, waar moet ik beginnen? En wederom past het net aan met de muur. Echt gewoon iets minder past het zelfs hier. Maar ik vind het prima. Kijk, er hoort origineel namelijk nog zoiets op. En dat, oh, dat past hier gewoon niet meer, zie je? Oh, ik doe het helemaal fout. Er moet namelijk hier ook eentje. Maar omdat die muur er zit, kan dat in principe wel. Het is wel heel snel geregeld. Ik bedoel, hij is nu precies hetzelfde. Alleen aan de onderkant hier mis ik nog... iets. Oh, ik mis dit. Zo. Ja, dat maakt het toch echt af van die hangdingetjes. Van die laatste kleine poepdingetjes zoals dit zo. Waar je dan dit op kan doen en dan nog één keer met zo'n walm af kan maken. Er mist wel nog heel veel licht, merk ik. En de trapdoors mis je hier nog. Maar die passen ook perfect. Oké, de hoekjes zijn af. Dat betekent dat nu de binnenkant en het vierkantje in het midden kan. Dan moeten we dit netjes eraan afwerken. En we gaan eerst eventjes slapen, want hè, het is donker en ik zie echt geen scheid. Maar eerst gaan we ook even hout hakken, want mijn hout is op. En dat is niet helemaal de bedoeling. Ik heb echt nog maar 3 spruce logs en dat is gewoon veel te weinig. Dus ja. Yay, houthakken. Oké, we hebben iets meer dan 2 stacks, dus dat vind ik alweer prima. En er vallen hier van allemaal saplings vanzelf nu. Dus af en toe moeten we even terugkomen om die te collecten. Want dan kan ik het hele bos gewoon een keertje terugplanten weer. En deze kant van de muur moet ook nog steeds. Dus we zijn nu lekker met het hotelletje bezig en dan komt later komt hij wel. Kijk, want ik ben van plan, het is nu wat hoger, zie je aan de binnenkant. En dan wil ik daar ook weer zo'n puntdak op hebben. Hetzelfde als dit, weet je. Dus, maar ik wil dat niet al te hoog hebben. Ik vraag me af of ik er nu al aan moet beginnen of dat ik hem nog eentje hoger maak. Ik denk dat... nou, weet je wat? We bouwen hem dan gewoon nu alvast het dak erop. Althans, we beginnen vast en dan houden we het op deze hoogte. Want het is 3. Dus dan heb je... maar de onderkant is 2 hoge ramen. Dus dan heb je hier maar een 1 hoge raam. En dan zou je een heel dun plafonnetje hebben. Nee, we bouwen nog eentje hoger. Voor het idee. Even kijken wat het idee dan tegen ons zegt. Nee, nu vind ik hem te hoog. Nu vind ik hem gelijk te hoog. We bouwen hem wel gewoon 1 lager. Ik zei, ik wil het niet te hoog maken, het dak. Maar, als je het zo ziet... hij is op zich nog best hoog geworden, maar... ik vind het niet lelijk hoog, to be honest. Past er wel bij. Het maakt het wel een mooi soort gebouwtje. Oké, de vorm is weer helemaal gemaakt. Hij staat daar. Nu ga ik denk ik de voorkant zo even bouwen. Althans,
Ik twijfel, want ik denk dat ik hem ook nog naar de zijkant wil toebrengen. Ik wil zoveel toevoegen nog steeds eraan. Zoals dat je nu zoals daar zo'n voorkantje hebt. En in plaats van dat dit een en al sters wordt, dat hier in het midden precies ook weer zo'n uitbouw komt, weet je. Dat lijkt me oprecht heel leuk. Dat lijkt me serieus goede toevoeging gewoon. Maar hoe? Wat ik dan in gedachten had, was misschien om hier zo te doen. En hier ook weer zo'n ster. En dan hier nog een klein, gewoon een klein uitbouwtje, weet je. En daar ook weer zo'n mooi dakje op bouwen. Maar ja, gaat dat lukken? Ik denk dat dit beter is, zo'n uitbouwtje. Dit kan eigenlijk niet, maar dan lossen we dat gelijk op. Door daar gewoon grote blokken van te maken, zoals dit. Ja, kijk, dit is wel leuk, zo'n klein uitbouwtje. Volgens mij is het dak af, jongens. Althans, ik hoop het. Heel erg. Ik hoop het echt heel erg. Is dit misschien leuk nog? Of, kijk, weet ik niet. I don't know. Is dat leuk? Trapdoors op het randje, op het puntje? Nee, dat is een no-go. Gewoon een big, big no-no. Maar kijk, van de zijkant klopt het dak nu wel, jongens. Hij is helemaal compleet. Daar ben ik het nog niet over eens. Maar dat gaan we gelijk even fixen. De laatste paar dingetjes even tweaken en dan klopt hij helemaal. Alright, nu heb ik de laatste dingetjes getweakt. En nu is het dak wel gewoon helemaal prima. Dan nu moeten de dingen opgevuld worden. Moet er glas in. En dan kunnen we daarna kijken of we een vloertje erin kunnen leggen. Verdiepingen, et cetera. Maar voor de rest, ja, het schiet gewoon op, jongens. Kijk, het is gewoon echt een huisje van binnen. Althans, dat niet helemaal, maar het lijkt erop. Van afstand is die muur trouwens echt huge. Ik heb nog nooit van zo ver en vanaf deze kant eigenlijk echt bekeken. Maar Jesus Christ, wat een muur is het ook. Je nagaan als je ook nog zo mooi gedetailleerd is aan deze kant als aan de andere kant. Dat zal me helemaal heel vrolijk maken. Dan kom je, helemaal in de vallei terecht. Prachtig dit, wauw. Voor de particles trouwens, als je afvraagt, wat zijn al die particles? Dat is dat heest van die beacon. Hier, de bovenste kamer is nu ook gewoon een net afgesloten ruimtetje. Hier moet wel even licht, besef ik nu, want er gaan hier anders monsters spannen. Dat weet ik zeker. Wat is dit nou? Hier is het gewoon niet afgesloten. Wat de hel? Ik denk ineens, er zit gewoon een gat hier, maar ik heb het dak gewoon nooit afgemaakt hier. Heb ik dat dan wel aan de andere kant gedaan? Ja, oké. Maar kijk, je hebt nu gewoon deze verdieping is helemaal dicht. Dan kom je hier zo. En dan heb je hier ook gewoon een verdieping. Maar die is helemaal lekker netjes afgesloten. Maar kijk, hoppakee, kamertje. Dus dan is hij in ieder geval een beetje afgesloten. Het is niet heel breed bovenin, maar ja, dat is ook nergens voor nodig. Het is niet alsof er veel mensen hier gaan slapen in het hotel. Hier kunnen we zelfs nog een klein verdiepingje opgooien. Ja, kijk. Dan heb je al helemaal leuke verdiepingen. Moeten we echt gaan denken hoe ik dit met de ladders en zo ga doen. Want de verdieping hierboven, dus dat is deze. Ik heb echt ladders nodig. Daar is die kleine uitbouw. Het is een voetenuitbouwtje. Kunnen je voeten lekker naar buiten kijken. Kijk, dit dakraam hier is gewoon echt voor de skere mensen die niet mijn hotel kunnen betalen, maar wel willen blijven slapen. Die mensen krijgen wel helemaal gewoon niet de luxe die ze verdienen. Mensen zoals Jordi mogen hier slapen. Die verdienen het gewoon niet om een mooie kamer van mij te krijgen. Die mogen gewoon in deze skere kamer slapen. Kijk eens. En dan doen we zo. Is het mooi afgesloten. Nou, hoe leuk is dat? Dan halen we dit blokje weg. Moet alleen nog trappen naartoe komen en zo. En nu moet er nog glas in. Oh, hier moet ook nog van alles gefixt worden. Kijk, ik dacht, wat nou als je heel leuk een soort gras toevoegt, idee plantjes, maar dan in je bult. En dan denk je van, waarom plaats je hier dirt, weet je? Als je er nou trapdoors voor plaatst en dan hier ook gewoon een bloemetje leuk doet zoals dit. Op zich kan het, op zich. Even kijken hoor. Het blemmert wel het hele raam, maar ik zeg net al, weet je, het is niet alsof dit het luxe huisje is, hè. Dit hier, deze kamer. Dit is een beetje de ik ben skeerkamer. Jordi mag deze verdienen kamer, weet je? Ja, het voegt wel op zich wel wat toe, hè? Ja, ik vind het goed. We doen het. Ik ga akkoord. Akkoord. Hier nog trapdoor zo. Oké, jongens, dan denk ik dat nu officieel de buitenkant af is. Als ik deze taak hier af heb, moeten we hem ook even aan de andere kant doen. Dan denk ik wel legit dat hij gewoon af is, weet je? Daar heb ik er gewoon vrede mee, weet je? Dan is het gewoon prima. Oké, en dan nu voegen we nog even wat lampjes toe. Want het is een beetje donker. Het is toeval dat het nu donker wordt. Dan kan ik precies kijken waar ik wel en niet al lanterns heb toegevoegd. Maar heb ik nog wat lanterns? Nou. Ja, niet veel. We gaan nog even wat bijbouwen. Ik heb toevallig nog wat ijzer hier liggen. Oké, dan gaan we snel lichten toevoegen, wat ik zeg, want het is nacht. Het is een mooie opportunity om hier lampjes aan toe te voegen. Kijk, aan de voorkant vind ik hem zo mooi belicht. Het zijn maar een paar lampjes. Je wil niet te veel doen. Je wil ook niet te weinig doen. Je moet ook nog hier aan de zijkant, of aan de achterkant bedoel ik. Ja, we doen hier eentje en hier eentje. Prima. Dus het ook een beetje op het dak. Verlicht spannend. Spannend er op een gegeven moment allemaal beesten in. En daar heb je helemaal geen zin in. Nou jongens, van de buitenkant is hij officieel nog niet af. Want ik heb glas ben ik helemaal vergeten. Jemig. Weet je dat ik letterlijk gewoon nog nergens hier glas heb gebruikt? Ik heb echt wel, waar heb ik ooit glas voor nodig gehad? Wil ik het een kleurtje geven? Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet als ik wit glas gebruik. Gaat dat er? Ik denk dat dat wel leuk is, hè, wit glas. Dat voegt. Ja, we doen wit glas. Gewoon echt mooi white glaze. Voelt ook een beetje lichter of zo, weet je? Ja, kijk.
Goeie toevoeging. Deze kamer hierbovenin is legit zo klein, hè. Dat is echt insane. Dit is hem gewoon. Kijk, als je dan dit wegdenkt en hem zo hebt, dan heb je gewoon... Het is op zich, het is niet eens zo'n heel lelijk kamertje. Je hebt lekker wel wat privé, weet je. Het is een rustig kamertje. Heb je het kamertje hieronder. Die is ook gewoon lekker chill als je het zo ziet. Ik moet nog mooie lanterns plaatsen. Maar die is gewoon wat groter. Heb je iets meer ruimte. En dan kan je in het algemeen naar buiten kijken. En dan hier beneden heb je gewoon de lobby. En weet ik wat je allemaal hebt hier beneden. Maar kijk, we hebben een hotelletje gebouwd. Ik vind het echt een leuk gebouw geworden. Ik ben er absoluut tevreden mee. Het pad ernaartoe is alleen natuurlijk nog niet af. Maar daar hoeven jullie geen zorgen over te maken. Er komen nog details aan de buitenkant. Maar laten we eerst even een vloertje erin doen. Ik denk dat ik wel een enderside vloer. Dat ik op de lobby dus beneden gewoon echt een stenen vloer doe. Maar dat er wel natuurlijk hout als plafond en de andere verdieping in zit, weet je. Nou, de vloer zit erin. Dan mag die ook weg. De laatste. Dan komt er hier een deurtje in. Die kunnen we ook vast gewoon gelijk plaatsen. Als het goed heb ik nog deuren. Ja, kijk, ik had er nog 5. Ik vind het wel echt een toevoeging. Het heeft echt toegevoegde waarde dat er een keer een gebouw... Ik had het enige gebouw was de toren. Voor de rest was er gewoon letterlijk nog geen gebouw. Dus dit voegt oprecht best wel veel toe. En zo... Eigenlijk wil ik de deur nog eentje dieper hebben. Valt die lama nou... Dat meen je. Valt die lama nou die zombie aan? Dat wil ik zien. Dit wil ik zien, deze fight. Ja! Pak hem, lama! Pak hem! Dit heb ik nog nooit gezien. Ik wist niet dat die beesten zombies aanvielen. Kom op, meneer de lama. Kill hem. Hij heeft een lead in zijn handen. Oh, hij heeft zijn baasje waarschijnlijk gekild. Oh, wat zet. Pak hem. Hij heeft je baasje. Goed zo. Nu woon je gewoon hier. Voortaan. Zo, hoppakee. De deur zit erin. Ik wil hem eigenlijk eentje nog verder doen. Om nog meer diepte te creëren. Maar dan zou je de enderside zien dan op de vloer, zeg maar. Ik weet niet of dat heel... Nee, ja, kijk, dat bedoel ik. Nou, trouwens, als het pad zo meteen ook een beetje details heeft, dan kan het wel. Dus we houden het al voor zo. Die weg en dit weg. De torches of de lichten kloppen ook nog niet helemaal. Maar dat komt omdat er nog gewoon geen indeling is. Ik wil dat als je hier binnenkomt, dat dit gewoon zo'n balie is, weet je. Hoppakee. Dan hier de trap en hier nog een trap. Naar 2 verschillende kamers gewoon. En dan... Ergens een trap naar de zolder of zo, geen idee. Er komen echt maar 2 of 3 kamers in dit hele hotel, hoor. Er komt echt niet meer dan dat. Dus ja, er zijn ook niet genoeg mensen om daar dit helemaal op te vullen. Ah, daar is je baasje, hij leeft wel nog. Sorry, je lama is hier, die heb ik gestolen. Maar goed jongens, het is inmiddels al 2:30. En deze video die jullie nu zien, die is eigenlijk letterlijk dezelfde dag opgenomen als dat die online komt. Dus ik heb nu ongeveer nog 2 à 3 uurtjes om dit te editen en dan online te zetten. Dus ja, ik hoop dat de video op zich wel lang genoeg was voor jullie. Ik weet niet hoe lang die was. Ik heb een hotel gebouwd van de buitenkant. Volgende keer wil ik hem gaan interieuren en interieur toevoegen. En daarna ook de details aan de buitenkant. Dan wil ik hier nog een bosje toevoegen. En hier wil ik ook weer iets bouwen, maar we zien wel wat dat wordt. Voor nu dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Abonneer zeker als je dat nog niet hebt gedaan. Like ook even. We gaan voor de 2000 likes. Spreek jullie later. Glaasje water. Tel tot 4. Flesje bier. En doei.